Het is tijd om onze Corolla te laten gaan. We hebben hem een half jaar als duurtester gereden. Nou, ik weet nog goed dat hij binnenkwam met 1037 kilometer op de teller, nog nat achter de oren. Nu staat hij net over de 20.000 en dat is een mooie stand om de balans eens op te maken. Nou, het begin van onze relatie met de Corolla, dat was lachen natuurlijk, want Toyota heeft voor deze auto het begrip Family Racer bedacht. Nou, dat dekt de lading niet helemaal. Het is natuurlijk geen Audi RS. Sterker nog, de besturing is gewoon een beetje indirect. Maar dat is overigens niks om deze auto voor te laten staan hoor. Wat wel de lading dekt, is dat deze auto een systeemvermogen heeft van 180 pk. En daarmee is de meest krachtige Corolla die er is. Maar goed, met racen heeft dat nog steeds niet veel te maken. Om meteen maar het hoge woord eruit te gooien, over de gehele duurtestperiode hebben we een verbruik gehaald van 1 op 16,3. En ja, daarmee moeten we eerlijk aantekenen dat het wel een heel gemengd gebruik is, want er is een niet naar te noemen collega geweest die hem heeft meegenomen voor een wilde rit over de autobaan en toen 1 op 8,7 scoorde. En als je, zoals ik zelf, je portemonnee met je tankpas bent vergeten en noodgedwongen het halve land tussen de vrachtwagens moet doorbrengen, dan is 1 op 20 ook mogelijk. Nou, is die 1 op 16,3 je te hoog, dan kun je altijd nog kiezen voor de 1.8 hybride, wat minder krachtige versie, want in een vergelijkende test met deze auto haalde die 1 op 19,2. En is de aanschafprijs van deze auto je te hoog, kijk dan ook eens naar de Corolla met de 1.2 turbomotor zonder hybride module. Want dat is evengoed ook een vlotte auto, hij verbruikt niet shocking veel meer. En is bovendien zonder die hybride techniek een stuk minder looier als je hem rijdt. Nou, de meest gehoorde complimenten over deze auto in het afgelopen half jaar. Het is de goede werking van de adaptieve cruise control. Die doet echt, ja, eigenlijk ongemerkt is hij er. En als je dat dan nog eens combineert met een uitstekend werkende rijbaanassistent, ja, dan heb je eigenlijk gewoon de ideale fileauto, woonwerkauto. Daar heeft hij veel complimenten over gekregen. Verder viel de CVT nu eens in positieve zin op. Die loeit toch een heel stuk minder dan wat we gewend zijn bij de Toyota hybrides van de oudere generaties. Nou, verder hebben we lovende woorden over het stationwagengedeelte van deze auto. De anti-slipstrips in de bagageruimte die zijn echt reuze handig. En de achterbank, nou, die klap je echt letterlijk in een handomdraai om. Het is allemaal wel eens eerder vertoond, maar goed, het zit er mooi wel op. Wat dan weer minder is, is dat als je met geopende achterklep rijdt, bijvoorbeeld als je een kinderfietsje moet ophalen die een half uur rijden verderop staat, ja, dan blijft de waarschuwing piepen. Na een seconde of 10 heb je het echt wel gehoord, maar het kan dus niet uit. Kortom, we zullen hem gaan missen. Het is een ruime auto, hij is redelijk zuinig, hij is lekker snel. Hij heeft goede assistentiesystemen, dus het is de ideale fileauto. En oh ja, het aantal gebreken dat in het logboek staat opgesomd is blijven steken op 0.